Minister Geertsema als Calimero, mikpunt van het protest van naar schatting 40.000 ambtenaren die in Den Haag betoogden tegen een verhoging van hun pensioenbijdrage van 10 naar 12,5%. De actie, die kon rekenen op de sympathie van de politiële ambtenaren, concentreerde zich op het Binnenhof, waar op dat ogenblik de Tweede Kamer het besluit van de regering tot verhoging van de pensioenpremie opnieuw zou bespreken. Het protest richt zich vooral tegen het feit dat de regering de 2,5% verhoging niet wil bestemmen voor verbetering van de pensioenen, maar voor dekking van een begrotingstekort van ongeveer 100 miljoen gulden. Bovendien is men boos omdat daarover nauwelijks of geen overleg is geweest. Dit protest was voor de ambtenaren de enige mogelijkheid om hun bezwaren massaal kenbaar te maken, omdat hun het machtsmiddel van de staking ontbreekt.